Soms stel je als journalist een op het eerste zicht onschuldige vraag. Zo stelden wij Jeffrey Massen de vraag of hij er ooit aan gedacht heeft om iemand te vermoorden. Van een advocaat die vaak zware criminelen verdedigt, zou je niet meteen verwachten dat hij positief zou antwoorden. Maar dat deed Jeffrey Massen wel, tijdens een interview met de Showbiz-site. En hij vertelt op een eerlijke manier wie zijn slachtoffer geweest zou zijn. Eén keer is de gedachte wel opgekomen. En dat is omdat een van mijn vier dochters mijn vrouw moest bevallen. En de gynaecoloog die kwam maar niet, want die was nog altijd zijn patiënten in een ander ziekenhuis aan het verzorgen. En de navelstreng was twee keer rond de nek van het kind. En toen zegde de verpleegster, ik moest op de monitor volgen. Mijn vrouw die had toen op dat ogenblik al zuurstof. En die hartslag ging naar nul. Dat kind heeft het gered, ondanks dit. En zij is nu perfect, want zij heeft meegedaan aan K3 zoekt K3 en zo. Dus zij zingt ook schitterend. En dan denk ik, had die man in mijn handen gekomen, ik weet niet wat ik zou gedaan hebben in die beginfase. En ooit heeft de voorzitter van de gynaecologen me gevraagd om te komen spreken voor de vereniging. Ik heb gezegd nee, want als die man waar het woord moord nog in zijn naam komt, als die in de zaal zit, dan zal het kortsluiting zijn. Dus het zit wel in ons. En dat is uit onmacht, omdat je zegt, hoe kun je uit het egoïsme om geld te verdienen iemand zo laten lijden. Dat heeft uren en uren geduurd. En pas om 11, het was om 2 uur 's middags begonnen, om 11 uur 's avonds, zeg ik, als hij nu niet komt, heeft hij een proces aan zijn been. En dan is hij eindelijk gekomen. Maar dan ben je boos en ik heb daar ook eens dat onmacht gevoeld. Ik wou dat eerst nog nu in mijn nieuw boek over slachtoffers, maar ik wou niet mezelf daar als slachtoffer naar voorbrengen. Maar nu u het vraagt, ik heb dat nog nooit beantwoord, geef ik u het antwoord. Ik heb er dus ook al eens in gedachten mee rondgelopen. Ik zeg wel in gedachten.